Morgen, ik was even thuis. Ik sliep vannacht bij een leuk meisje. Ik heb maar 2 uurtjes slaap gehad. Ik ben donderdag. Niel ophalen en dan naar Duitsland. Hengelo. Goedemorgen, Niel. Goedemorgen, man. Duitsland! Zo, veilig en wel aangekomen met de Nissan in Gronau. We gaan vandaag een NW-toertje doen. En we gaan vandaag specifiek naar Woepertal heen voor de Zwebebaan. Dat is een veel gedaan verzoekje van jullie. Veel kijkplezier. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Er staat sinds kort een automaat hier op Gronau. Dat is ook voor het eerst in 20 jaar. De kiosk hier is nog niet open. Ik heb trouwens nog geen koffie gehad vanochtend. Dus ik moet tot fucking Dortmund wachten voor mijn koffie. Korte comfortreview van deze trein. Vrij kut. Mist. Nou, we zijn aangekomen in Dortmund en hier gaan wij... koffie halen. Juist. Boah, donders, wat was ik hier aan toe, zeg. Zo, de RE4 die rechtstreeks naar Woepertal gaat, die sloot niet aan. Hier in Dortmund is een aansluiting van 1 uur en 1 minuut. Ze gaan nu met stoptrein 52 naar Hagen en dan met de S8 naar Woepertal. Zo, wij zijn naar Woepertal Oberbaan gekomen voor dit ding hier, een zweefmetro. Wat zou je denken wat dat is? Nou, dat is dus een monorail met van die karretjes die onder de baan hangen. Dus die zweven dan boven het water hier van de Woeper. Het is een spannend ding. Ik zie het een beetje als de grootste zweefmolen ter wereld. Nadat dit al vrij bijzonder is als transportatie binnen in de stad, het is een soort metrolijn eigenlijk, is het ding ook nog eens moeilijk oud. Het ding is 119 jaar oud. Het is geopend in 1901. Wij gaan nu het netwerk, dat is maar één lijn van 13 kilometer, verkennen. Nou, daar komt zo'n ding aan. Het ziet er allemaal vrij bijzonder uit. Hij rijdt zeg maar op één railtje bovenop en de bakken waar je in zit, die hangen eronder. Ik vind het een spannend ding. De beste zitplaatsen deze dingen, achterin. Misschien niet allemaal weten is dat ik bang ben voor hoogtes en dieptes en voor water. Dus dit is voor mij best wat dat ik dit doe. Wij zijn uitgestapt bij de halte Völklingerstraße. Het ziet hier op zich gezellig uit, maar volgens mij is dit een fucking foute buurt. Een zeer mooi gebedshuis. Daar kan er wel wat korter, Julian. Kerk! Een Unimog met sneeuwschuiver. Even een Vitamalsje gehaald bij een lokale kiosk. Even van die jeugdsentiment hier, van die kogelballenautomaten. Loa Brugge. Op!
Hier op het eindpunt voorwiel kun je het nog heel goed zien hoe dat ding nou eigenlijk aan de baan hangt. Het zijn echt maar een paar dunne wieltjes die op de spoorstaven staan waar het treintje aan hangt. En het hangt dus een beetje in balans. De wijk Voorwinkel is ook vrij fout, dus we gaan hier weer weg. Wat je je natuurlijk afvraagt bij zo'n ding, zijn er nou veel ongelukken gebeurd? Nou, het ding rijdt al 119 jaar. In die tijd zijn er 2 ongelukken gebeurd. 1 keer een dodelijk ongeval omdat er een medewerker 's nachts tijdens het onderhoud een stuk gereedschap had laten liggen en het karretje naar beneden donderde. En daar vielen er 5 doden bij. En 1 keertje in 1950, toen ze voor een circus stunt een olifant in het ding hadden gejoekeld. En de olifant die raakte in paniek en die olifant die sprong uit het dingetje de rivier in. Halte. Olifantje bleef trouwens ongedeerd. Pestalozzi-straat. Hauptbahnhof. Nou, dat was onze Schwebebahn-experience. En toen hadden we lunch. Zo, het verdere plan was om naar Oena te gaan, daar overstappen op de omgeleide RE57 naar Winterberg. Om in Winterberg de allerlaatste wintersporttrein te doen. Maar onze RE7 die we net hadden, die had door een persoonsongeval bij Ennepetal werden we omgeleid via de S-baanlijn, via Gevelsberg. En dat werd nogal zoveel vertraging dat de aansluiting in Oena niet meer gewaarborgd werd op de omgeleide RE57. En nu zitten we hier 3 kwartier in Hagen. Toppie! Deze valt qua stoelen gelukkig nog wel mee. Duurt nog wel even voordat het ding gaat. Even koffie gehaald. Mooi lim dit. RE13 naar de geboorteplaats van Geert Wilders. God, wat zijn we weer populistisch bezig. Nee Niel, blijf met je tegels van mijn koffie af. Godverdompje. Nou, gezellig in de talentje. Het rammelt van ellende bij elkaar. En het rammelt echt heel erg. En het is hier fucking heet. Ik snap niet waarom ik dit uitzicht hier allemaal aan het filmen, want jullie kunnen het straks zien vanuit een trein waarvan de ramen open kunnen. En dat kan hier niet. Aangekomen te Olsberg en vanaf hier gaan wij lopen naar Biggen, want fucking lange overstap anders in Bestwig. Nou, we zijn er al. Op reis met mij, dat zijn soms barre tochten, maar we hebben het gehaald. We zijn op het station van Biggen en we halen zo meteen de trein naar Winterberg om de allerlaatste wintersporttrein te doen. Het gaat ons lukken. Ja, lieve kijkertjes, het is de laatste tijd al vaak dat ik in Winterberg kom, maar dit wordt de allerlaatste keer. De volgende keer dat ik hier kom, dan is het waarschijnlijk volgend jaar winter als de wintersporttrein weer rijdt. Kijk, dat water wat hier stroomt, dat is een klein riviertje is dat, een zijriviertje van de Roer. En het riviertje heet de Neger. Ja, dit mag ik zeggen op YouTube. Zo Niel, aangekomen in? Winterberg. Nou, dat is een gek naar Sport 2 voor de wintersporttrein naar Oberhausen. En dan gaan we hierin. Voor een kadaver. Niels vindt het een kadaver. Netjes de deur achter hier dicht doen. Voor deze laatste rit hebben we een andere 218 ervoor hangen dan de vorige keer. Deze ziet er wat minder mooi in de lak uit. Maar dat maakt niet uit, het is een 218. Nee, ik heb dus zo'n vierkant sleutel, dus ik denk ik ga eventjes omroepen. En er komt een hele boze conducteur naar mij toe. En die geeft mij een klap gewoon aan mijn bek, hè. Kut Duitsers. Tyfusmoffen. Die Duitse verstehen geen spaß. Fahrzeit. We wachten op een tegentrein, die te laat is. Graf-DB.
Nou, we zijn te laat, dus dat kun je dan met de dienstregeling, hup, uit het raam. We komen zo dadelijk aan in Essen. Niel, wat vond je ervan? Fantastisch. Dat was een hele epische rit. Dat was echt een epische rit. Quebec poutine. Schijnbaar was dat champignon en dit is de Quebec. Dit is een slide fuck-up. Ja. Er zaten blijkbaar nog meer treinautisten in de speciale trein. Ik kreeg het verdomme weer niet op, hè? Iets met naalden en zo. Niks! Ik word hier zo niet goed van. We leave the keeps going. For us it's running go. For us it's all we know. Koosveld, hier staat de trein 7 minuten stil. Ons huis in het midden van de straat. Zo, het is 9:30 geweest, aangekomen in Gronau, terug naar de auto heen. Dat we maar 2 uurtjes slaap vannacht hebben gehad, dat kakt er echt flink in nu hoor. Boei. One eternity later. Nou, in combinatie met de maar 2 uurtjes slaap die ik heb gehad en de daardoor bijkomende vermoeidheid heb ik echt helemaal geen zin meer gehad om een outro op te nemen voordat ik dus nu eventjes wat inspreek. Dankjewel allemaal voor het kijken naar deze video. Laat alsjeblieft een blauw duimpje achter. Laat een leuke comment achter hieronder in de comments. En abonneer op mijn kanaal. We zien jullie allemaal weer een volgende keer. Der Julian zegt tjus. En bis zum nächsten Mal. Ciao!